Dus als jij 10 vrienden of familieleden of wie dan ook zover kan krijgen om te kijken, dan staat de teller al op 10. En vanaf daar bouw je een soort van basis, lijkt mij. Ben je bekend met het verhaal hoe ik aan mijn eerste YouTube-abonnees kom, Milan? Nee. Maar ik had een Twitter-account gemaakt. Ja, dat is heel kort. Ik had een Twitter-account gemaakt. Toen ben ik naar Dagelijks HD Twitter gegaan. En toen heb ik alle mensen die dat volgden, heb ik gevolgd met mijn Twitter-kanaal. En toen ging iedereen kijken van, hey, Serpent Gameplay volgt mij. Oh, een YouTuber. Ik ga even kijken wat voor video's die maakt. Ja, werkt echt wel goed. Slim, slim. Big brain, big brain. Zo heeft eigenlijk iedereen in Nederland op Milan meegelift. Ik heb ook op Milan meegelift. Dat is sowieso al gewoon allround knowledge. Iedere YouTuber die na Milan een YouTube-kanaal heeft gemaakt, heeft meegelift op Milan. En niemand gaat me vertellen dat het niet zo is. Jawel.